Aan loop of op fiets, wie gewoon neus maar achterop. Kom, zal ziet wel op plekken waar ze nog nooit wesp is. Het blijft gewoon genieten, plus voor oog en oor. En elk en zijn nou grandioos dat grun is. Man die pad, rood en zwart. Over dit en dat, lijfst en plat. Man die pad, vult me zwart. Door is dit en door is dat. Man die pad. Drenthe. Uit Meppel. Waar woon je in Drenthe? Vraag maar. Ja. Waar? Bij Rode. Bij Rode? Oh, dat is bijna Groningen. Dat is bijna Groningen. Toch? En u bent van geboorte ook Drenthe? Nee. Kom maar weer lager weg, uit West of zo. Oh ja, kom uit de wereld. Kom uit Indonesië. Oh ja? Indonesië? Ja. Ja. Weg waar? Maar goed, ja. En hoe oud was u toen u deze kant op kwam? Nee. Maar u bent dus wel totaal Nederlander, ja, Drenthe? Ja, mijn ouders zijn ook gewoon Nederlands. Oh. Ja. Was u hier wel eens geweest in deze buurt? Nou, we hebben hier. Ja, hier zijn heel veel geweest. We hebben altijd dat 40 jaar in Rome. Ja. Mooie wereld hier. Ja. Ja. En Rode is ook mooi. U bent hier in de buurt trouwens van een van de 5 mooiste dorpen van Nederland. Althans, die start op een nominatie. Is het zo? Maar dat weet die meneer wel, want hij lacht wel. Dat weet hij wel, hè? Ja, weet je. Weersum. Weersum. Je komt hier in de buurt? Ja. Oh. Dit is echt mooi. Dus Tienhalingen. Je loopt hem zo. Tienhalingen? Oh, mooi. Hangt in Bavel aan. Dat is nog mooier. Tienhalingen is nog mooier dan hier. Ach, Weersum. Dit is wel fenomenaal. Ja. Het is dat de mensen first staan, maar ja. Test. Kutskipit. Komt-ie? Waar komen jullie vandaan als ik vraag? Nou, oorspronkelijk kom ik uit Brabant, maar ik woon al heel lang in Enschede. En ik ben geboren en getogen in Losser, vlakbij Enschede, dus een Tukkerland. Maar ik woon inmiddels in Lent bij Nijmegen. Lente? Lent bij Lente. Nijmegen. Net boven Nijmegen. Zo'n beetje eraan vastgegooid. Je moet een keer Groningen uitgaan, dat is goed voor jullie. Hoezo? Ja, dan leer je je land kennen. Ja, wij zijn hier midden in het noorden getrokken. Echt verrassend hoor. Verrassend. Speciaal vanwege het werk of zo? Nee, 4 dagen vakantie. Je was hier nooit geweest? Jawel, wel in Groningen stad, maar we zitten nu in Haren, bij Groningen. En zijn eigenlijk op de fiets vandaag allerlei dorpjes aan het doen. Zo mooi. En je komt weer terug in Haren vanavond? Ja. Okay. Dus degene bij wie we logeren, die gaf als tip, je moet deze fietstocht maken met heel veel dingen van de ploeg. En ook, ze noemde dat plaatje aan. Ja, Garnbert, zei ze. Dat is echt de moeite waard. Dat is Garnbert. Ja. Als ik aan Haren denk ik aan, mag ik er even plat zeggen, want jij riep een heel raar woord bij die schapen, zo pas. Wat zei je ook alweer van die schapen? Waren voor schapen? Het waren kutschapen, zei ze. Kutschapen, zei zij. Dat zei de boer, toch? Nee, dat zei de boer eerst. Dat zei de boer. En moesten wij, toen zei ik van, is dat echt Gronings? Is dat nou een typisch Gronings woord? Mooi stel. In Haren wonen doorgaans mensen met heel veel geld. Ja, man, grote woningen daar. Hoor. Gigantisch. Ja. Maar jullie kennen ze, of bij jullie logeren, nee, heeft daar geen last van? Nou, die woont heel mooi. Bed and breakfast. We hebben een bed and breakfast. Oh. Ja. Dat is god, hartstikke lang, man. Superleuk. De ploeg. Wat heb je van ploeg inmiddels gezien? We hebben veel van Jan. Wat is de ploeg? Ik heb liever dat jullie het zeggen. God, dat is overhoring. Wat is ploeg? Nee. Maar dat is een kunstrichting hier. Volgens mij toch in dit deze gebied. Dit Groningse gebied. Schilders, dacht ik. Begin 20e eeuw. En heel abstract, hè? Expressionistisch. Expressionistisch, beïnvloed door Van Gogh. Ja. En ze hebben hier gewoon in deze mooie omgeving inspiratie op gedaan. Ja, we hebben van Jan Altink gezien. Ja, mooi. En Alida Port. Ja. En Dijkstra.
Ja, dat, ook, ja, ook. En dan was er nog 13. Jordens is er ook op. En er was een dichter, die heeft daar ook leuke dingen over geschreven. Hoe die mensen zich... Want ze troffen elkaar ook vaak bij dat Rijdiep, wat je zo mooi vindt. Ja, bij het Rijdiep, ja. Daar langs het Rijdiep, dat is toch ook al vanaf Groningen? Ja. Van stad Groningen, het Rijdiep. Dat klopt. Daar zaten ze, daar troffen ze elkaar bij ook al. Bij het blauw in een soort, ja, in een soort gebied daar, of een boomgaard. Wat doen jullie voor de kosten, als ik vraag? Doen jullie nog wat buiten vakantie houden? Ja, ik... even kijken, wat doe ik? Ik breng medicijnen rond voor een apotheek en ik schrijf af en toe nog wat teksten. Voor? Ja, voor wie wil. Voor kleinere bedrijven, ook op websites en zo. Nieuwsbrieven of interviews. Maar ja, dat is het een beetje. Yep. En ik werk op de marketingafdeling bij een schouwburg en concertgebouw in Nijmegen. Hoe heet dat? Dat Schouwburg Nijmegen en Concertgebouw de Vereniging. Doen jullie wat buiten de vakantie? Hebben jullie ook wat samen of niet? Nou, we kennen elkaar van... Vriendinnen? We deden allebei vrijwilligerswerk ooit bij een heel klein theater in Enschede, Concordia, de Markt. Daar hebben we elkaar leren kennen. Ja. Dus jullie hebben wel cultuur aan de kont hangen? Om aan ontzettend aan de kont hangen, ja. Maar we houden ook van lezen en fietsen en films kijken. Jullie doen veel samen? Huh? Jullie doen veel samen? Ja. Ja, een paar keer per jaar. Apart, maar tenminste, we hebben allebei... Hebben jullie een ladde relatie? Nee, nee. We hebben geen relatie. Linda heeft een partner en toen was ik bang dat ik haar kwijt zou zijn als vakantiemaatje. En ik heb een relatie gehad en toen was jij ook weer blij dat ik toch nog wel weer... Dat we nog op vakantie konden staan. Want een goed vakantiemaatje is veel waard hoor. Ja. Ja. Veel meer waard dan een doordeweekse partner. Dan heb je geen zak, heb je geen zak eigenlijk. Nee hè? En dan heb je die gewone partner, heb je weer wat te vertellen. Ja, die wordt dan zo saai op den duur. Ja. Ja. En, of die wil dan niet geen cultuurhappen, of het is te koud op de fiets, of het de broodjes zeikers, zijn te oud. Hoe kom je aan die zeikers dan? Ja, die staan soms aan de bel. Doen ze dat? Ja. Hey, stel dat je nou, je bent op de fiets, jullie zaten gelijk al in de goede richting, zei je. Je hebt een kaartje bij je. Ja. Als je nou onverhoopt een lekker band krijgt en je komt even niet meer in haren en pardon, je bent je telefoon nog kwijt of wat dan ook. Ja. Wat doen jullie dan? Red je makkelijk? Verzin je wat onderweg? Of zeg je van, hoe doen we dit? Hoe lossen we dat op? Je komt altijd wel in een dorp. Ja. Zou je ook wel desnoods naar haren lopen? Nou, niet naar Haren, maar dan terug naar Garnwerd. Of bij een boerderij plaatsen. Aanbellen. Ja. 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 En dan gaat die klingel en wat zou je dan vragen? Uitleggen van... Wilt u ons wegbrengen? Wilt u ons wegbrengen? Of anders mogen we hier in het hooi liggen of zo. Zou je dat doen? Ja, dat durf ik wel. Ja, eerst even kijken of het een enge boer is. Ja. Misschien doet er wel een enge boer in open. Ja, ja, maar wij hebben wel een goed gevoel voor hoe de mensen zijn. Jawel. Denk ik, toch? Nee. Dus dan gaan we daar maar op af. Ja. Okay. Dat er geen blauw baard zit of zo. Ja, precies, okay. Met een bel. Ja. Hey, maar Groningen krijgt een dikke, hele dikke plus van jullie. Echt? Ja, ja, ja. Het is 3:15. We gaan fietsen. Jullie hartelijk danken voor het gesprek. Ja, fijn ja, dat jullie even vooruit willen fietsen. Nee, je bent een lekkere kletskont. En jullie vielen hem ook niet tegen. Dat is wel een hele leuke one-liner. Jullie vinden hem ook niet tegen. In Twente zijn ze ook altijd al heel direct. Nou ja, heel gedempt, zeg maar. Oh, van vind je het leuk? Ja, ja. Of zo. Ja. Dus jullie vinden hem ook niet tegen. Hier met de kick, de kat uit de hoek. Ja. Ja. Wij doen de groeten aan alle Groningers. En de mensen in Haren natuurlijk. Ja, en in Lent en in Enschede. En goed gewoon. Oudoe. En er gaat niets boven Groningen. Yeah! Oh,